Toernooi. Toernooien. Tot morgen. Nee, kippenei. Wat? Hi, ik ben Martijn. En ik ben Michael. En welkom bij een nieuwe aflevering van Man Juice. Waar wij gaan kijken naar de finale van Videoland's Prince Charming. Maar voordat we gaan beginnen, wederom een kleine disclaimer. Deze aflevering bevat spoilers! Hallo allemaal, Michael hier tijdens het editen van de laatste Man Juice aflevering. Kleine disclaimer nog, Martijn was best wel ziek tijdens het opnemen van onze laatste aflevering. Maar we hebben toch besloten om door te gaan, want hij had gelukkig geen corona. Dus er zitten een klein aantal pauzes in waarin hij eventjes weg moest. Dus dan weten jullie dat alvast. Veel plezier met deze aflevering. Vriendin, de ja! finale! Ah, ik vind het zo spannend! Ja, wie gaat er met Marvin mee naar huis? Nou, ik denk, ze willen allemaal. Wie zal het worden? Oh, ik vind het echt serieus. We hebben hier weken naartoe geleefd. Dit is het moment. Het is maar spannend. De echte winnaars van dit programma, dat zijn wij! Vriendin! Ben je er klaar voor? Ik ben er, I'm more than ready. I was born ready. Let's do this! Yes. Tommy. Al die tijd hoopte ik op een romantische klik. Oh, we gaan even terugblikken naar de mooie momenten van Tommy. Oh. Zet je zonnebril op, meid. Moet even op, daar gaan we. Ja. Zijn er drie mannen waarmee ik een verbintenis wil aangaan? Wat roerig. Met drie ook gewoon. Jezus. Ik dacht dat je voor de ware liefde ging, vriendin. Hij komt uit Limburg. Ja. Al het moois komt van ver, toch? Zeggen ze. Is dat zo? Komt al het moois van ver? Nou ja. Al het moois komt van binnen de ring. Oh, maar echt serieus. Een echte Amsterdamse meid, die deed niet buiten de ring. Nee. Je kan best wel laten zien hoe leuk je bent. Ja, ga ik zeker doen. Daar is nu ook. Misschien iets meer op de voorgrond gaan. Dat advies was wel fijn om te horen, want nu heb ik wel een boost gekregen om nog even mezelf te laten zien. Hey, maar over belangrijkheid in een man, hè? Heb ik een klein leuk spelletje voor je. Wat is het spel? Zet de volgende onderwerpen op volgorde van belangrijkheid in je aanstaande vriend. Geld, innerlijk en seks. Ja, 1 geld. Innerlijk en dan 2 seks, 3 geld. Die avond is de kennismaking met de moeder en de twee besties van de prins. De twee meiden zijn al 15 jaar zijn allerbeste vriendinnen. Hun mening is, net als de mening van moeder Carla, heel erg belangrijk voor Marvin. Hallo. Jij bent de eerste die we zien, hè? Dus we hebben absoluut geen idee wat... Hebben we ook ondertiteling hierbij? Ja, ik versta er geen moer van. Godverdomme, ik vind het echt wel spannend hoor. Mijn god. Oh, hoe zeg je dat? Oh. Kan je nog een keer herhalen? Omi de grote grun. Toernooi. Tot morgen. Nee, kippenei. Wat? Ondanks alle goede adviezen ligt de beslissing uiteindelijk bij de prins. Hij zal nog één jongen moeten loslaten. Oh, gaat er iemand gaat een uit! Er gaat nu al iemand weg! Gaat iemand uit? Wie gaat er weg, denk jij? Rick. Rick gaat eruit. Dat kan niet anders. Die andere twee die zitten er zo lekker in en die ze hebben allebei een goed gesprek gehad. Gaat Rick er dan echt uit? Rick gaat uit, denk ik. Ja. Ik zou als een blok voor je kunnen vallen. Maar omdat ik nu ook een keuze moet maken, ben ik bang dat ik afscheid van je ga nemen. Nou, wat stom. Oh, nou, ik vind het intens. Ik ook. Wacht. Ik vind het kunnen heel we niet... erg. We gaan de opname stoppen. We moeten Rick troosten. We moeten Kom op, we moeten weg. Het is niet zo lekker vandaag. Ja. Ja, we moeten door. Tja. Oh, het is best lekker. De laatste nacht in Il Palazzo. De laatste nacht in Il Palazzo. Oh, Il Palazzo. Daar heb ik een heel leuk feitje over de Il Palazzo. Die kun je namelijk gewoon boeken als vakantievilla. F***ing.com. We mogen geen reclame maken, schat. Niet f***ing.com, online. Toen hoorde ik heel hard geluid. Ik weet zeker het vliegt. Oh, er komt een helikopter aan.
spannend wel. Wel een hele leuke date. Heb je wel eens in een helikopter gezeten? Nee. Ik wel. Het is echt, het is fantastisch. Nou, dit is wel het ultieme moment om iemand helemaal uit elkaar te kijken. Maar wat denkt die man straks voorin? Roger? Roger? Tandje minder mag? Oh. Als je nog van hem af wil, moet je hem er nou uit donderen. Ja. Oh! Ze gaan ervoor! Ja, Ferdy gaat hem worden hoor. Ferdy gaat hem worden, dat dit denk was ik. Zo, dit kan niet meer misgaan. Dit kan je niet, it's not toppable. Ferdy geeft me gewoon een heel fijn gevoel. Ik voel me thuis bij hem, ik voel me veilig bij hem. Ik kijk heel graag naar hem. Ik raak hem graag aan. Dit vind ik leuk om even in te breken. Wat zo? Ik wil nog even een spelletje met je spelen. Oh, wat leuk. We gaan duivelse dilemma's doen. Oh. Ik ga je twee dingen zeggen. Ja. En dan moet je zo snel mogelijk één van de twee zeggen dat bij jou past. En dan komt er eigenlijk een soort van ultieme partner uit. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja? Monogamie of open relatie? Monogamie. Groter of kleiner dan jij? Groter. Dominant of onderdanige vriend? Dominant. Ja? Geld of geluk? Geluk. Rick of Ferdy? Rick. Daar is hij! Jij monogaam. Wauw. I'm proud. Want dat zie je niet vaak bij de gays, hè, monogamie. Het is bijna een soort van scheldwoord. Hoe is het? Goed. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja? Ik zie water, ik zie boten, dus ik ben blij. Ja, daar word je wel blij van, toch? Ja. We gaan lekker een stuk varen met de boot. Zou je willen trouwen? Zeker weten. Ja? Ja, 100%. Ja. Ik ook. Wil jij trouwen? Ja. Echt? Ja. Wil je trouwen? Ja, uiteindelijk wel. Kijk, ik heb me al een trouwpak al aan. Ja, maar ik wil wel een keer trouwen, ja. Echt? Eén keer of meerdere keren? Maar jij niet? Nee, verschrikkelijk. Ik hoef niet te trouwen. Nee. Nou, dan ben je toch een bruidsmeisje. Ja, liefde is gewoon te koop. Ik moet er nog een keer over geven. Ja? Oké, okay, nou, even kotsen dan. ASMR. Ondertussen gaan wij lekker ASMR. It has a gentle fruity touch at the end. This is the bottle. Oh, daar is ze weer. Klaar voor? Ja! Nu, ik voel nu wel gewoon kriebels. En ik wil je heel graag zoenen. Waarom doe je dat niet dan? Maar ik vind dat wel een beetje een ding hoor. Mag ik even wat zeggen? Ja, zeg maar. Hij heeft net echt een ultiem leuke date met Ferdy gehad. Waarom zit je dan te aanstaan om nog te zoenen met Marnix? Als je net zo... Weet je dan... Dat is wel een beetje... Dus hij wil gewoon nog even een testrit maken om te kijken of hij wel echt een goede keuze maakt. Het is geen auto. Jawel. Ik zou dit dus helemaal niet trekken. Ja, nou ja, weet je, je hoeft niet een partner te hebben voor de rest van je leven. Je kan toch ook gewoon voor 10 jaar en daarna op zoek naar een nieuwe frisse salade? Ja. Er komt niet echt heel veel van snorkelen aan toe. Iemand die lekker monogaam wil zijn, heeft hij het druk op een dag. Zoals jullie zien, draag ik vanavond geen das, maar een strik. Dat is omdat er straks wat te vieren valt. Maar, voor het zover is, moet één van jullie zijn stropdas helaas teruggeven. Ik zit gewoon helemaal in ik vind het ook helemaal in de stress. Waarom zet je hem ook nu op pauze? Ik heb gewoon kippenvel ervan. Ja, ik zie het. Toch heb ik na het lang nadenken besloten om vanavond van jou afscheid te nemen. Wat? Dat had ik echt niet verwacht. Nee. Nou. Nou, wat, dat vind ik meteen niet meer leuk, deze show. 8 weken lang hebben we moeten kijken naar hoe verlekkerd jij kijkt. Nou. Naar Ferdy. Wil jij nog wat zeggen, Ferdy? Ik vind het bijzonder. Oh, ja. Nou, bijzonder. Het is heel bijzonder. Misschien wel. Je kan niet het ene zeggen... En dan dat ander doen. Dat is ook mensen gewoon echt bewust kwetsen. Spelen met gevoel, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Wie ben ik? Ja. Wie zijn wij? Nou, wie ben ik? Tijdens dit avontuur ben ik gaan voelen dat er misschien een toekomst voor mij is die er heel anders kan uitzien dan ik voorheen ooit had durven dromen. En ik wil niets liever dan nog veel langer in jouw mooie ogen verdrinken. Het is wel een beetje een gek einde, hè? Het is een heel gek einde. En het is niet dat ik het Marnix niet gun, maar ik had het gewoon niet verwacht. Ik had het niet, zien aankomen. Nou, ik ben er klaar mee. Ik ook. Heb ik echt zin in.
Dat was hem dan. Dat was hem dan. Marnix gaat er met Marvin mee naar huis. Wie jij nou zelf weet hoe deze finale er aan toe ging, ga dan even naar Videoland's Prince Charming. Volgende week zijn we er weer voor de reunie. Volg ons ook even op onze persoonlijke Instagrams. Die zien jullie hier nu onder in beeld. Woehoehoe. Je kunt ons ook volgen op Instagram via Meid, MeidTV. Of abonneer je even op ons YouTube kanaal via Meid. Dan zien jullie volgende week voor het laatst. Oh, de allerlaatste spannende reunie. Doei doei.